Er ontstaat in razendsnel tempo een flinke discussie over de roll call rond het eerste concert van Bruce Springsteen in Nijmegen. Een roll call is een lijst met namen en nummers van mensen die zich dagen voor het concert melden om als eerste naar binnen te mogen. De concerten van Springsteen in het Goffelpark zijn donderdag en zaterdag, maar vandaag melden de fans zich al op gezette tijden in het park. Door deze meldmomenten willen fans in samenwerking met de organisatie voorkomen dat er dagenlange wachtrijen en kamperende mensen ontstaan. Ongeveer een week lang zijn er elke dag 3 vaste meldmomenten waar met een aftekenlijst na wordt gegaan of alle mensen met een nummertje aanwezig zijn. Ben je niet aanwezig, dan heb je pech en is je plek weg. En het is eigenlijk een systeem om ervoor te zorgen dat mensen hier niet voor de poort gaan slapen. En het wordt ook door de security van Springsteen zelf meegeorganiseerd. Die neemt het op de dag zelf niet over. De eerste aanwezige fan start de lijst, waarna mensen die zich melden een nummer krijgen en met nummer en naam op een aftekenlijst worden gezet. En als je dan braaf blijft melden, dan word je op de dag zelf op nummer naar binnen geleid voor de eerste paar honderd mensen. De aftekenmomenten zijn 3 maal daags en vinden al ongeveer een week voor het concert plaats. Voor echte fans is het dus noodzakelijk de stipte momenten niet te missen. Vroeger gebeurde dat met een tentje of met een slaapzak. De security vindt dat niet helemaal prettig als dat is. Er is een andere manier voor gevonden. En dat is dat mensen komen, een nummer krijgen op een lijst. En daarna gaat het op die lijst. Moet je dus niet de hele dag hoef je hier te zijn. Maar je komt een aantal keren per dag kom je hier naartoe om je te melden. Om te laten zien dat je er wel bent. Je moet er dus wel wat voor over hebben om de beste plekken vooraan te kunnen bemachtigen. Springsteen en zijn security vinden het heel belangrijk dat de eerste 1000 of 800 man op een veilige manier naar binnen gaan en niet dagenlang voor de poorten liggen. De eerste 5 à 6 fans organiseren de roll call meestal. Hoewel de eerste 25 fans die aanwezig zijn bij de telling ook een belangrijke rol vervullen. Voor mij is het een onderdeel van mijn plezier van een concert, het ontmoeten van de mensen vooraf. En die zie je dus nu vaker, omdat je elkaar minimaal 3 keer per dag hier tegenkomt.